hoe belangrijk is fokkerij en hoe belangrijk blijft het zelf kunnen beoordelen van koeien of van kalven? Er zijn cijfers genoeg, dus over van de NPL, bedrijfsinspectie, genomics. Allemaal heel belangrijk, dat is ook een basis voor de fokkerij. Maar het zelf kunnen beoordelen van koeien, het zelf kunnen bepalen van je eigen fokdoel, dat verschilt enorm per bedrijf. Of je bent biologisch, of je nou extensief bent, intensief bent, dat vraagt toch een andere koe. En dat is gewoon, de basis is gewoon belangrijk. Hoe ziet de koe eruit? Hoe wil jij hebben hoe jouw koe eruit ziet van de toekomst? Nou, een mooi voorbeeld van een koe is deze koe, dat is onze Jolijn 7, de Weidenblik Jolijn 7. Die is nu 50 kalfs. Ja, dat is geen perfecte koe, ze markeert ook wel links en rechts wat, maar op zich is het een koe die in frame en type het gewenste doel is van de meeste veehouders. Ze is niet te groot, ze is rond de 1,50. Als vaas was ze 1,48, zo'n beetje. Als vaas was ze ook een beetje rond, dik. Had ze een beetje gewoon huien, maar wat beste benen. Nou, je ziet de ontwikkeling die ze doormaakt van tweede naar derde naar vierde en nu vijfde kalfs. Ja, ze steeg niet alleen in de melk, maar ook in de type veranderde ze. Ze was een beetje gesloten, wat ik net zeg. Gesloten wil zeggen een beetje rond in de ribben, een beetje balkerig. Maar elk jaar wordt ze iets opener, iets typischer. En daar passen ze haar eigen productie ook aan. Nou, dat is voor mij een koe. Nou, dat is mijn voorbeeld, maar ik denk voor heel veel mensen een voorbeeldkoe is. Gewoon rondom goed in elkaar, niet te zwaar, niet te diep, niet te groot, maar heel functioneel en met beste benen. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En een uien wat goed te melken is. Ze is iets wijd in de voorspin, maar de hulpbord heeft er geen enkele moeite mee. Het is gewoon voor ons een voorbeeldkoe. En dan hebben we er ook een navok van, die staat hiernaast. Dat is nummer 69. Dat is haar dochter, is Jolijn 11. Nou, die is nu tweede kalfs. Nou, als ik zie hoe haar moeder geworden is, dan zie ik ook een beetje in haar dochter terug. Ze is nu tweede kalfs. Ze heeft een goede conditie. Ze is ook niet te groot. Ze is in de uien een stukje beter als de moeder. Nou, dit is een stukje fokkerij. Dat was het verbeterpunt. Nou, dan leer je dan ook bij het veebeoordelen om zulke dingen zelf te kunnen zien. Dan denk ik, nou, dat was een voorbeeldkoe, maar in het uien mocht ze wat beter. Dan denk ik, wat kan ik eraan doen om dat beter te krijgen? Nou, dan probeer je haar te paren met een stier die de uiers fors verbetert. Nou, dan is dit het resultaat. Qua frame en type begint ze op de moeder te lijken. En in de uier is ze al een slag beter. En zo probeer je steeds een stukje vooruit te gaan. Om een veestapel te krijgen die duurzaam is, die makkelijk de melk geeft. En makkelijk te managen is. Dat is het vooral. Op het bedrijf hebben we 15 april de nationale competitie van de Champions League veerbeoordelen. Nou, we beginnen 's morgens om 10 uur. Dan begint de wedstrijd. Vooraf hebben we natuurlijk een enorme voorbereiding. Dan beginnen we 's morgens om misschien half 7 uur met koeien wassen en alles klaar te zetten. Maar de wedstrijd op zich begint om 10 uur. Uit elke provincie komt een team van 4 mensen. Die hebben zich geplaatst bij de provinciale wedstrijden. En dan doen we eerst 2 ronden met fasen. Dus 2x5 fasen. Die moeten de deelnemers op volgorde zetten. En dan gaat de jury ze ook beoordelen. En dan komt een soort tussenstand van. Tussen de middag hebben we een uitgebreide lunch. En dan na de middag worden de 5 oude koeien op volgorde gezet. Niet op papier, maar die worden dan mondeling toegelicht door de beste deelnemers. En dan is het nu of 3, kwart over 3, half 4 is het afgelopen. Waarom is het belangrijk dat je meedoet, dat je een koe kent, dat je weet hoe een koe eruit ziet? Nou, voor mij is het een hele inkoppen natuurlijk. Want ik zeg altijd, je hebt een paar pijlers onder een bedrijf. Dat is de grond waar je de gewassen op verbouwt. Dat is de financiële huishouding natuurlijk, is heel belangrijk. Maar daarnaast is de veestapel eigenlijk je enigste bron van inkomen. Dat is het allerbelangrijkste op een melkveebedrijf. Dus dat is toch wel belangrijk dat je in ieder geval de basiskennis hebt hoe een koe eruit moet zien. Wat je fokdoel is. Om je fokdoel te kunnen bepalen, moet je toch enigszins weten hoe de koe in elkaar moet zitten. En fokkerij, ja, wat is fokkerij? Iedereen die een koe drachtig maakt en zorgt voor zijn eigen aanwas of haar eigen aanwas op het bedrijf, die is gewoon een fokker. En in principe is het heel makkelijk, want een fokdoel, nou, soms wordt er een beetje hogere wiskunde van gemaakt. Dat lijkt allemaal zo ingewikkeld, maar in principe wil elke boer hetzelfde. Die wil gewoon een koe die makkelijk produceert, maar goede gehalten en dat jarenlang volhoudt. En daar gaat het in de basis gewoon om. En dan kun je het wel iets verder uitdiepen. Hè? Hoe ziet zo'n koe eruit? Nou, de meeste boeren zeggen dan, ik wil een koe die niet te groot is, voldoende breed is, beste benen heeft en dan gewoon een werkbare uier heeft. En dan ook een klein beetje doorgroeit. Dat wil zeggen van vaas naar tweede kals naar derde.
dan zie je de kans dat hij elk jaar iets typischer wordt en elk jaar wat meer melk geeft. Met behoud van conditie. Dat wil eigenlijk ieder boer. Nou, en om dat een stukje meer te kunnen bepalen, is zo'n dag als 15 april ook heel belangrijk. Hier op het bedrijf, nou, dan sta je met collega's aan de kant te kijken, gaan een beetje discussiëren. En het is ook gewoon gezellig, net als de andere fokverdergingen en veerkeuringen ook zijn. Het is een ontmoetingsplaats en het is ook een beetje een spot om je beste koe op zijn mooiste te laten zien. Nou, dat is het mooie van keuringen.